has new entry. Entry. System has new. System has new window. Digitale technologie speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Computers hebben de wereld veranderd. Ook kunstenaars maken steeds meer digitaal werk. Zij reflecteren op het medium, schrijven eigen software en zoeken de grenzen van het technisch haalbare op. Musea en archieven worden steeds vaker geconfronteerd met werken die geen fysieke drager meer kennen, maar alleen nog maar bestaan in digitale vorm. Born Digital Art. Het vertonen en bewaren van digitale kunst brengt nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. Digitale kunstwerken zijn afhankelijk van een technologische omgeving die constant verandert. Apparatuur veroudert en software ontwikkelt door. De kunstwerken veranderen mee of gaan verloren. Om deze werken blijvend een plek te geven binnen het museum is een andere benadering nodig dan bij traditionele kunst. Peter Struiken is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse kunstenaars. Hij is een pionier in de digitale kunst. Al sinds 1968 maakt hij gebruik van computers voor het creëren van zijn werk. En hij is een van de weinige kunstenaars wiens digitale werk zich in museale collecties bevindt. De meeste mensen kennen het werk van Peter Struiken wel, al beseffen ze dat misschien niet. Zo ontwierp hij de Beatrixzegel, die zo'n 30 jaar de Nederlandse post frankeerde. Hij maakte tekeningen, schilderijen, sculpturen, textielontwerpen, interieurs en toegepaste kunst in gebouwen. Daarnaast heeft hij uitzonderlijk veel kunst voor de openbare ruimte gemaakt. Peter Struiken gaat ervan uit dat er aan de waarneembare werkelijkheid, de wereld zoals we die om ons heen zien, een bepaalde structuur ten grondslag ligt. En kleur is daarin bepalend. Dat fenomeen heeft hem altijd gefascineerd. In zijn werk gebruikt hij programmeertaal om die structuur te visualiseren. De vroegste computergestuurde werken van Peter Struiken die ontwikkelde hij tussen 1976 en 1977 op de Technische Universiteit van Delft. Hier werkte hij op een BDP-11 computer. Dat is een groot log apparaat. Hij schreef programma's om met deze computer kleuren te kunnen visualiseren. Er waren nog geen pixelmonitoren zoals we die nu kennen, dus er moest echt iets bedacht worden om zijn programma's ook daadwerkelijk te kunnen tonen. Wat ze hiervoor deden was een kleurentelevisie koppelen aan die grote computer. Uiteindelijk heeft hij dus een serie programma's geschreven waarin hij onderzoekt hoe de kleuren op de monitor verschijnen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Die programma's bestaan alleen niet meer. Ze zijn tussen 1976 en 1977 ontwikkeld, maar de broncode is verloren gegaan. Destijds heeft hij wel de programma's opgenomen van de monitor zelf. Dus we hebben gelukkig een videoregistratie waarin de programma's dus voorbij komen. Ook voorzien van een voice-over van Peter Struiken zelf, waarin hij dus vertelt wat hij nou probeerde te doen, wat de kijker ziet. In deze registratie analyseert hij kritisch het resultaat van zijn programma's en de verschillende manieren waarop de kleuren getoond worden. In vergelijking met wat computers tegenwoordig kunnen, zien de programma's er vrij eenvoudig uit. Maar het maken van computergegenereerd kleurenbeeld was voor die tijd echt baanbrekend. En om de programma's in een nieuwe tijd en ook voor een nieuw publiek te kunnen duiden, is de video geanimeerd. De animatie geeft in een korte tijd een overzicht van wat de kunstenaar destijds heeft gedaan. We horen nog steeds zijn voice-over terug op momenten, maar daarnaast is er ook contextuele informatie toegevoegd. Dit maakt dat je deze registratie nu in een totaal nieuwe tijd en nieuwe context weer opnieuw kunt bekijken. Al sinds de jaren 70 maakt Peter Struiken dynamische beeldprogramma's waarvoor hij zelf de software schrijft. Bijna 40 jaar later is veel van zijn vroege digitale werk verloren gegaan. En is documentatie vaak het enige dat overgebleven is.
Dit is exemplarisch voor digitale kunst. In samenwerking met musea worden diverse van Struikens digitale werken nu getransformeerd naar een nieuwe standaard. Ook wordt onderzocht op welke manier digitale kunst voor de lange termijn bewaard en gedocumenteerd kan worden. Blocks is een computerprogramma ontwikkeld door Peter Struiken. En vanuit het computerprogramma heeft hij een aantal dingen ontwikkeld. Onder andere deze grote sculpturen op de rotonde in de buurt van Nijmegen. Maar ook kleinere sculpturen. En hij heeft ook het dynamische, het computerprogramma zelf, heeft hij voor een specifieke plek in het gemeentemuseum aangepast op de kleuren in het interieur. We bevinden ons hier op de erezaal van het gemeentemuseum, maar eigenlijk in het hart van het museum. Achter die houten platen was het projectiescherm. En het mooie is, en ik herinner me dat ook nog, toen ik net in het museum kwam, toen het werk nog functioneerde hier op zaal, is de kleurstelling. Er zit een heel zachte groen, zachte blauw, die ook afgestemd is door de kunstenaar op de tegels bijvoorbeeld. Hier prachtige details van de architectuur in het gemeentemuseum. Dit werk is gemaakt in 1998, op dat moment state of the art, met de allernieuwste technieken. Maar hoe ga je daarmee om 15 of 20 jaar later, of misschien zelfs 30 of 40 jaar later, als er veel meer nieuwe mogelijkheden zijn? Het was een zeer geavanceerde constructie eigenlijk achter die achter dat projectiescherm. En hier zie je een tekening. En daar zie je hoe de beamer, hoe die projecteerde op een spiegel en zo het scherm van achteren kon belichten. In 1998, toen het museum helemaal werd gerenoveerd, werd als een van de belangrijke punten benoemd dat het museum een daglichtmuseum is. Het staat er letterlijk: eer de kunst in het goddelijk licht. Er is heel veel licht en dat gaf het beeld eigenlijk een vrij fletse uitstraling. Daardoor werd het ook heel belangrijk om de beamerlamp elk jaar opnieuw te vernieuwen. En moest er ook een onderhoud komen, een structureel onderhoud, om de beeldprojectie op peil te houden. Dat heeft ervoor gezorgd dat er op een gegeven moment is besloten om het werk eigenlijk niet meer te tonen. Shift 34 is een computerprogramma geschreven door Peter Struiken. Oorspronkelijk bedoeld voor een stand-alone machine. Het is een speciaal gebouwde machine die een plaats moest krijgen in het Groninger Museum. Dat is er nooit van gekomen en het programma is ook een tijd zoek geweest. En uiteindelijk in 2007 opnieuw geprogrammeerd. En dat is heel bijzonder, want het is ook daarna in 2007 dus uitgegeven in oplagen van 30. Dus er zijn verschillende eigenaren van dit werk. En het Rulle-Müller Museum die heeft dus één versie daarvan. Dit is het werk Shift 34 van Peter Struiken. Het is een boekje. Aan de achterkant hebben we een SD-kaart en een CD-ROM. Dus op die CD zit een computerprogramma, geprogrammeerd door Peter Struiken en Floris van Manen. Het is een Java-programma. Dan komen we op de eerste bladzijde of pagina. Het is in 2007 opnieuw uitgegeven in een oplage van 30 en wij hebben delen 7 van 30. Het oorspronkelijk werk is uit 82. Pas in 99 is het teruggevonden op de computer van een oude medewerker. Ik begrijp dat het niet direct in opdracht van het museum opnieuw herschreven is, maar dat de kunstenaar samen met een programmeur heeft besloten om het opnieuw te schrijven. Daarbij hoort bijvoorbeeld dat vroeger kon je maar met 256 kleuren het soort beeld genereren. Maar dat was één eigenschap wat zij gewoon belangrijk vonden, dat dat gedateerd werk blijft, niet iets nieuws wordt. Je ziet eigenlijk nu een oudsnede uit een veel, veel groter beeld. Ik kan namelijk ook met de mouse door dat hele beeld heen bewegen. En wat ook nog mogelijk is nu als vernieuwing, is dat je niet alleen dat hele scherm ziet, maar dat je 4x4, dus 16 kleine beeldschermtjes ziet.
Je ziet het verloop van de tijd. Anders zou je zeg maar één beeld zien en dan 3 seconden later het volgende. En hier kun je zien hoe het langzaam verandert in een totaal ander beeld. Het oorspronkelijke programma Shift 34 was deels verloren gegaan. En Peter Struiken heeft in 2007 eigenlijk al heel goed nagedacht over hoe we dit in de toekomst, hoe dat te voorkomen is. En daarvoor heeft hij het programma voor 3 verschillende besturingssystemen ontwikkeld. Dus voor Windows, voor Linux en voor Mac. En daarmee spreid je dus ook de kansen van dat er in ieder geval in de toekomst een computer is die dat werk nog steeds kan vertonen. Het kunstwerk Blocks van Peter Struiken is computergestuurd. En dat is eigenlijk de bron, de kern van het kunstwerk. En achter de ruimte stond dan ook een computer die dus de gegevens genereerde om die projectie te maken. Het werk Blocks is aan de ene kant heel site-specific, gekoppeld aan de architectuur, heel specifiek gemaakt voor deze ruimte. Maar heeft ook die uitdagingen van de techniek die voortschrijden. Computers die je alleen nog maar op Marktplaats bij wijze van spreken kan kopen uit die periode. Maar ook hoe had de kunstenaar het werk gemaakt als die kon beschikken over de technieken zoals ze nu zijn. En ik denk dat dat heel waardevol is om met specialisten, ook van andere musea en andere instanties, Lima uiteraard, Stichting Behoud Moderne Kunst, om na te denken hoe het werk het beste gedocumenteerd kan worden. En ook op dit moment te denken, hoe gaan we daarmee om in de toekomst? In samenwerking met de kunstenaar is het werk Blocks uit de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag onlangs opnieuw geprogrammeerd. Er wordt internationaal en nationaal veel onderzoek gedaan naar hoe we digitale kunst, maar ook in bredere zin digitaal erfgoed, kunnen behouden. De techniek snelt voort, terwijl kunstwerken ervan afhankelijk blijven. Het is niet te voorzien of computers in de toekomst onze bestanden nog kunnen lezen en begrijpen. Nieuwe technieken dwingen om het werk te herzien, zodat het toegankelijk blijft. Met behoud van het authentieke karakter. Juist daarom is het belangrijk om met hedendaagse digitale kunstenaars nu al na te denken hoe we hun werk voor de toekomst kunnen bewaren.